Mijn gesprekspartner van vandaag heeft een sportieve achtergrond. Hij heeft zijn sporen zeker verdiend in het sportieve vak. Zo was hij onder andere ruim 11 jaar fysiotherapeut bij Eredivisieclub Roda JC. Ik heb het over Hans Wiltenburg. Je mag hem gerust een energieke vent noemen, want na een jarenlange carrière als fysiotherapeut en sportorthopeed heeft hij nu besloten om zijn kennis over te brengen aan de studenten van een mbo-sportopleiding. Daarnaast studeert hij deeltijd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de HAN. Hans, welkom en fijn dat je er bent. Ja, Tom, dankjewel. Vind het ook leuk om hier te zijn. Ja, het is gezellig om even met elkaar te praten. Vertel eerst eventjes wie je bent en ook wat je relatie is, dus wat je studeert aan de HAN. Nou, ik ben, zoals je al aankondigde, ik ben Hans Wiltenburg. Ik studeer sinds 2 jaar aan de ALO in deeltijd van de HAN. Ik doe dat op de locatie in Arnhem. Ik ben al wat gedateerd, dus ik ben al een beetje in de namiddag van mijn werkzame leven. Je hebt ervaring, dat kun je ook zeggen. Ja, ja. Nou, ik kom zelf uit de sportgezondheidszorg en uit de revalidatie- en orthopediewereld. En nou, ik heb dat meer dan 30, 35 jaar gedaan. En eigenlijk was ik wel toe aan een nieuwe uitdaging. En omdat sport en bewegen als een rode draad door mijn hele werkzame leven liep. Heb ik gedacht, ja, wat wil je dan nog gaan doen? En daar heb ik me op georiënteerd. En toen ben ik uiteindelijk in Nijmegen bij de ALO terechtgekomen. En ik heb daar een gesprek gehad. En ja, weet je, het is altijd als liefde op het eerste gezicht. Daar was gelijk de klik. En, ja. Kun je eens vertellen hoe dat dan, waarom die klik er was? Ja, dat lag. Ik heb daar een gesprek gehad met Martijn Smits. Als hij deze podcast hoort, dan begint hij wat te glimlachen, denk ik. Wie is dat? Martijn is een hoofddocent van de ALO. En ja, die vond het ook wel een uitdaging. Hè. Voor mij is het met name een fysieke uitdaging. Bij mij is het credo alles nog heel houden op mijn leeftijd. Ja, maar ook voor de ALO was het wel leuk. Want ik denk dat ik de oudste ALO-student in Nederland ben. Maar ik vind het onwijs gaaf om te doen. En nou, het verhaal wat Martijn toen vertelde, hoe zij de ALO in deeltijd hadden ingericht, dat sprak mij gewoon erg aan. Ik woon in Zuid-Limburg, dus het was nog wel eventjes een vraag of ja, ga je dat dan doen? Maar het is 1 dag in de week, op dinsdag, en dat is eigenlijk prima te combineren. Ja, want waarom ben je het gaan doen? Waarom vond jij het waardevol om een deeltijdstudie te kiezen en te gaan volgen? Nou, zoals ik je zei, toen ik nu inmiddels 3 jaar geleden de overstap heb gemaakt naar het onderwijs. En dat was ook nog een keer het sport- en beweegonderwijs. Toen had ik zoiets, nou, ik wil ook nog wel mijn eerste graads docentenbevoegdheid halen. Die had ik niet. Dus dat zou dan een ALO-studie moeten worden. Alleen dan is de vraag van ja, ja, waar ga je dat dan doen? Dat wordt maar op 2 plaatsen aangeboden, tenminste in deeltijd. Dat is Nijmegen, de HAN en Zwolle, geloof ik. Dus daar moest de keus voor gemaakt worden. Als het Eindhoven was geweest, was ik wellicht dichter bij huis gebleven. Ja, en waarom deeltijd? Ik werk en er moet hier ook uit de schoorsteen komen. En dus dan ligt een voltijdvolle opleiding niet zo voor de hand. Nee, maar het was dus wel, om even aan te geven, het was dus wel verplicht, ook vanuit je werk, dat je de opleiding ging volgen. Nee, eigenlijk niet. Maar ik denk, okay. Ik denk om de vooruitzichten om straks een vaste baan te hebben binnen het onderwijs en om les te kunnen geven, bijvoorbeeld op de HAN, dan is die onderwijsbevoegdheid wel een vereiste. Dat was inderdaad wel even mijn vraag. Het is dus vanuit jezelf gekomen, ja, dat je zelf dacht, dit ga ik doen. Ja. Dat was niet ergens aan de zijlijn. Mijn baas zei, hey beste Hans, als je bij ons wilt blijven werken, moet je wel die opleiding gaan maken. Nou ja, weet je, dat zou misschien nog wel een stok achter de deur kunnen zijn. Maar ik heb de opleiding wel op eigen kop en kosten gedaan. Ja. Ja. Hey, Hans, hoe uniek, misschien zie je dat zelf helemaal niet zo, maar hoe uniek is het dat je op deze leeftijd nog deeltijd studeert? Je gaf al eerder aan, niet iedereen doet dat. Hè? Ja. Maar hoe ervaar je dat zelf? Nou, ik ervaar het als heel erg leuk, omdat ik kom op allebei de opleidingen, zowel op de voltijd als de deeltijd. Dus daar zie ik veel mensen. Ik word geïnspireerd door jonge mensen. En die lopen daar volop rond. En hoe kijken ze naar jou? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je ze zelf moeten vragen. Maar ik denk dat ik daar wel, ik mag daar rondlopen. En ik praat af en toe wat veel. Ik praat wat veel. Maar dat zeggen ze. Maar vinden ze het bijzonder ook dat jij, want misschien moet je het vanuit dat perspectief bekijken, ja, vanuit andere studenten, dat ze denken van god, nou te gek dat die man dat. Ja, ze zijn ook wel zuinig op me. Ze zijn ook wel bezorgd.
dat is ook heel erg leuk. En met name daar bij de praktijklessen is dat ook wel heel uitdagend. Want op mijn leeftijd, ik moest ook weer gaan salto springen en allemaal gekke dingen doen met turnen. Nou, ook dat is uitdagend. Kan je dat nog? Durf je dat nog vooral? Want ja, dat was het. Ja. En ik merk dat andere studenten erg bezorgd zijn van, oh jee, daar komt hij weer. En als het dan maar heel blijft. En ik kan het natuurlijk niet meer zo goed als zij dat kunnen. Maar goed, nee, dat hoeft. Nee, ze passen goed ze passen zeker goed om me. Ja, 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 ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, ja, weet je, god, straks ga ik met pensioen. Mm-hmm. En dan ga ik nog meer van het leven genieten dan dat ik nu al doe. Waarom zou ik het nog doen, zo'n deeltijdstudie? Wat heb ik eraan? Maar ik wil heel graag die laatste 10 jaar in het onderwijs of in een onderwijssetting werken. Dus er lag wel wat druk op om uiteindelijk een onderwijsbevoegdheid te halen. Ja, ja. Dat voor mij was alleen gymnastiek een optie. Ik had ook voor geschiedenis kunnen kiezen of voor een cursus Engels of een opleiding. Dan was ik tweede graads docent geworden. Maar ik wil wel in het sport- en beweegonderwijs werkzaam zijn. Toch nog eventjes één vraag over dat ik noem maar even het leven, hè, voor je deeltijdstudie. Hoe zag het er precies uit? En misschien kun je ook wel wat vertellen, want de fysio bij Roda, dat kan ook niet iedereen zeggen. Namelijk iedere dag in contact met topsporters, toch? Nee, nou, ik werk natuurlijk al heel lang en ik had ook een aantal eigen praktijken destijds. Maar ik ben in 2000 ben ik begonnen als fysiotherapeut in betaald voetbal bij Rode JC. En dat heb ik eigenlijk tot 2014 heb ik dat gedaan. Dat is een hele leuke tijd geweest. Een hele drukke tijd. Een hele leerzame tijd geweest. Ik denk als sportfysiotherapeut kun je daar dan kun je echt je ei kwijt. Dus dat heb ik altijd gedaan. In die hoedanigheid ook heel actief geweest bij andere betaald voetbalclubs. Ik heb bestuursfuncties gehad en dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En daar is ook wel een beetje de basis gelegd van, ik stond veel op het veld. Ik was veel met groepen bezig. Dus dat lesgeven of dat overdragen van kennis, dat was mij niet vreemd. Ik ben in 1984 ooit afgestudeerd aan het CIOS in Overveen. Daar ben ik geïnspireerd door een aantal docenten. Voor mij was het eigenlijk, toen ik de kans kreeg om naar de ALO te gaan, toen was voor mij het cirkeltje ook weer helemaal rond. CIOS, fysiotherapeut geworden en nu ook nog de ALO doen. Ik denk, dan moet ik dat nu doen, want over een paar jaar lukt dat helemaal niet meer. Voor mij was dat echt wel een uitdaging. Ik moest worden uitgedaagd. Ja, en sinds dat je weg bent bij Roda gaat het ook minder, want zijn ze onder andere gedegradeerd? Het is stukken minder. Het is echt, na 2006, 2007 is het snel bergafwaarts gegaan. Het is natuurlijk interessant om eens even te kijken hoe jij, en daar heb je net al een startschot voor gegeven, hoe pas je nou zo'n deeltijdstudie in het drukke leven wat je al hebt? Ja. Want dat zal misschien mensen ook wel tegenhouden, dat ze zeggen, god, moet ik nog 's avonds de studieboeken openklappen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga het liefst op de bank zitten met Netflix of zo. Hoe zag jouw leven eruit, zeg maar, voordat je aan die deeltijdstudie begon? Nou ja, ik gaf je al aan. Ik werkte in de sportgezondheidszorg. Dus ik werkte in een groot revalidatiecentrum. En daar werkte ik in kantooruren. Ik begon daar om 8:30 tot 5:00. Daarnaast deed ik nog wel heel veel dingen eromheen. Ik had een bestuursfunctie. Ik kwam veel in de ziekenhuizen, hier ook over de grens. Dus altijd wel een druk baasje geweest. Ik heb altijd wel binding gehad met het onderwijs. Zowel met het CIOS als met de Hogeschool Zuid hier in Limburg. Dus ik had het wel druk, zeker. En voordat ik aan de deeltijd begon, zoals gezegd, had ik een bijna fulltime baan op het CIOS als docent. En toen wilde ik gaan studeren. Dus daar moet dan wel ruimte voor zijn. En als je weet dat de studiebelasting van de deeltijdopleiding gemiddeld genomen, met alle verplichtingen die daarbij horen, 30 uur in de week is, dan denk je, ja, dan wordt dat wel passende meter. Ja, ja. Ik heb zelf voor mij een planning gemaakt. Die hangt hier achter mij in de keuken op een bord. 5 werkdagen in de week. En daar heb ik gewoon met briefjes aangegeven wat ik die dag ga doen. En daar staat dan, wat staat er dan op? Bijvoorbeeld dan werken, dan studeren? Ja, er staat werk op. Hè. Dus ook bijvoorbeeld op de woensdag en de donderdag, dat zijn voor mij werkdagen. Dan heb ik gewoon een betaalde baan. De vrijdag is een stagedag, een hele dag een stagedag.
Dinsdag is de studiedag op de HAN. En de maandag daar gebruik ik een halve dag om te studeren. Maar ik heb dat wel echt als met een planning heb ik dat aangegeven. Als ik dat niet heb, dan is het te vrijblijvend. Zeker de deeltijd. Dan ga je vastlopen, denk ik. Heb je dat vanaf het begin gedaan? Of kwam je er gaandeweg achter van, god, ik... Nee, hoe ging het eerst? Nou, eerst was het toch wel meer ad hoc. Een beetje hapsnap. Maar dan komen de deadlines op een gegeven moment. En dan kom je in tijdnood. Ja. En dan moet je andere dingen weer laten skippen. Ja. En dit verhaal met echt die strakke planning, dat dateert eigenlijk pas vanaf dit jaar. Ja, vanwege de rare situatie die we op een gegeven moment kregen. Ja. Nou, dat wat betreft de planning, dat is dus goed om te doen. Goede tip, lijkt me. Is de studie eigenlijk zoals je hem ook vooraf voorgesteld had? Wat was je verwachting voordat je ging deeltijd studeren? Nou, ik heb nog nooit in deeltijd gestudeerd. Dus dat... Dus die verwachtingen, dat vind ik wel lastig om daar wat over te zeggen. Wat mij wel is opgevallen van de deeltijd, en in vergelijking met een voltijd studie, zoals ik dat in het verleden heb gedaan, is dat je nu met een groep studenten zit die ook iets komen brengen naar de opleiding. Die werkervaring hebben, die een hele diverse groep, mensen uit defensie, justitie, buurtsportcoaches. En dat vond ik wel erg leerzaam. Terwijl als je blanco aan een opleiding begint, allemaal blanco, dan weet je nog niet zoveel. En dat maakte voor mij, dat is eigenlijk een beetje de jus over de aardappelen. Ja. Ja, kun je aangeven waarom dat zo is? Nou, weet je, ik heb wel veel ervaring met lesgeven in de sport en noem maar op. Maar op de opleiding zijn toch een aantal jongens die echt uit de Randstad komen en daar met moeilijke en met probleemjongeren werken, noem maar op. En dat is voor ons, denk ik, ik kom uit het lieve Limburg nu, dat is heel erg leerzaam om eens te kijken hoe zij nou met dat soort situaties omgaan. Dus eigenlijk kun je ook zeggen dat naast de leercomponent in de lesstof, ook de omgeving met de mensen die ook komen studeren, dat die, ik wil niet zeggen dezelfde waarde, maar wel ook heel leerzaam is en in het geheel... Het past er heel goed in en het is ook heel uitdagend daardoor. Ja. En zoals ik al in het begin van ons gesprek even aangaf, ik ben natuurlijk al wat op leeftijd en ik loop nou ook tussen jonge honden rond. Ook dat is heel erg inspirerend. Ik merk wel dat de deeltijdopleiding is heel gemêleerd. Van jong tot oud, veel weinig ervaring. Ja. Ja. Kun je ook aangeven wat het voor je betekent in de zin van... je studeert dus 2 dagen in de week met die mensen. Wat heb je eraan naast dat je natuurlijk ook op kennisgebied jezelf verrijkt? Ja. Maar wat betekent het voor je in je privéomgeving, maar ook in je professionele werk? Ik word geïnspireerd door mensen. En ik denk, toen ik aan de hand ging studeren, toen kwam ik echt in een omgeving terecht waar mensen mij inspireerden. Heel breed, van docenten tot studenten, maar zelfs het ondersteunend personeel, conciërges. Dat is heel erg leuk. En ik, daarnaast vind ik het heel erg leuk om zelf ook mensen te inspireren. Ja. En die wisselwerking die vind ik daar echt terug op die deeltijdopleiding. Maar hoe heb je bijvoorbeeld als je in die andere dagen gewoon aan het werk bent, put je dan energie uit het feit dat je die 2 dagen aan de hand aan het studeren bent? Ja, op welke manier? Ja Tom, ik ga er fluiten naartoe en ik kom fluiten thuis. Dus er zijn, weet je, dat in elke werksituatie of privé situatie zijn er wel een situatie waarbij je energie lekt, noem ik dat dan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel situaties waar je energie van krijgt. Dan geef je heel veel, want ik ben wel ik geef heel veel energie. Maar je krijgt ook heel veel energie. En dat is eigenlijk wat er een beetje gebeurd is op de deeltijdopleiding in Arnhem. Ja, zie je dat, je merkt het zelf, maar merken mensen om jou heen, bijvoorbeeld op jouw werk, dat ook? Ja, ik denk dat ze dat op mijn werk zeker. Ik denk dat mijn studenten waarmee ik werk, dat die dat ook merken. Want ik heb bijna altijd wel goede zin. Ik merk het ook bij de studenten, de deeltijdstudenten op de HAN. Ik heb het geluk dat ik in een ontzettend leuke groep zit. Dus daar merk ik dat zeker ook. En thuis merken ze het ook. Ja, precies. Op welke manier? Ja, wat ik net al zei, daar komt hij weer fluitend. En hij pakt zijn tasje en hij gaat met plezier naar zijn werk.
En dat is wel eens anders geweest. Want hoe was het hiervoor? Ja, weet je, ik kom uit de zorg. En dat kan natuurlijk ook eraan liggen dat ik dat al heel lang heb gedaan. Maar daar werd ik meer een boekhouder. Dus daar ging het niet meer om patiëntencontacten of revalidatie. Daar ging het meer om te zorgen dat de patiëntendossiers op orde waren en klopten. En ja, dat paste niet bij mij. Dus het vuur was er een beetje uit? Ja, het prik was uit de fles. Ja. Ja. Ja, en dat heb je nu dus weer terug met dank aan de Han. Ja, het bruist. Het bruist echt. En wat ook misschien wel leuk is, dat ik kom ook nog steeds studenten tegen van andere opleidingen, van andere ALO's. Ja. En als ik die dan spreek of als ik producten van hun zie, daarin word ik bevestigd dat ik de juiste keuze voor Nijmegen Arnhem heb gemaakt. Wat heb je moeten aanpassen in je leven om inderdaad deeltijd te kunnen studeren? Ik heb tijd moeten vrijmaken daarvoor. En dat ten koste van wat ging dat? Dat gaat vooral ten koste van je sociale contacten. Oké. Okay. Ja, omdat je in de deeltijd, je zult toch ook een aantal producten moeten maken en aanleveren. Als je een druk weekschema, weekplanning hebt, dan ben je toch vaak op de weekenden aangewezen. En dan is het wel eens noodzakelijk om een verjaardag te laten schieten of een ander uitje te laten schieten. Dus daar heb ik wel wat aanpassingen moeten doen. Ja. Maar dat vind ik niet erg. Nee? Is het het waard? Ja, meer dan. Ja. Want? Ja. Waarom? Nou ja, het was voor mij echt een doel. Ik wil echt die ALO goed afsluiten. En daar wil ik ook niet te lang over doen. Dus als het een beetje mee zit, doe ik het in 2,5 jaar in plaats van 4. Ik hoop dat dat gaat lukken, daar lijkt het wel op. Ja. Maar gezien mijn leeftijd, ik wil niet meer mijn 60ste dag gaan afstuderen. Dus er moest wel een beetje druk op de keten. Kun je nog iets delen vanuit je eigen ervaring waarvan je zegt, nou, in het begin wist ik het ook niet, maar ik ben het gaan doen. En daar ben ik achter gekomen en dat moet ik iedereen delen, want daar kun je je voordeel mee doen. Ja, nou, ik denk, zeker toen ik in het eerste jaar begonnen was, je kunt het niet alleen. En ik ben wel een teamplayer, ik kom ook uit een teamsport. Ja. En ik merk dat die deeltijdstudenten, die groep, dat moet je echt zien als een team. Dat moet je samen doen. De een die is wat beter in dit, de ander in dat. En samen zorg je ervoor dat je die eindstreep gaat halen. Dus dat is denk ik wel de gouden tip. Geen Einzelgängers, maar gewoon teamplayer. Wees een teamplayer. Ja, ja. Precies, oké. Hans, ik wil je heel hartelijk danken.